Het is vandaag 12 april 2017. Mijn naam is Chris en dit is natuurlijk weer game nieuws. En ja, dit is eigenlijk een soort van extra game nieuws, aangezien ik gisteren, voor jullie in ieder geval, voor mij was het vandaag, een game nieuws geüpload heb. En ja, er zijn toch wat dingetjes naar buiten gekomen later. En ik denk, nou, dat moet ik toch wel eventjes online gaan gooien. En aangezien ik vandaag weg ben de hele dag, ja, moet ik het dus al een dag eerder eventjes opnemen. Allereerst wil ik wat rectificeren namelijk, want ik vertelde in de vorige game news, die van 11 april dus, dat ja, Battlefield 1 een nieuwe map erbij krijgt. Nou, dat is hartstikke fijn natuurlijk. Ik vertelde ook dat die eerst voor Battlefield Premium zou zijn, hè, voor de Battlefield Premium eigenaren. Helaas is er nog niks van bekend dat die ook dus voor ja, regulier spelers te kopen is. Dus ja... Het is nog even afwachten. Hij komt in ieder geval uit voor de mensen die dus Battlefield Premium hebben. Ja, we beginnen vandaag met Uncharted. Want zoals jullie weten, Uncharted komt uit dit jaar. Uncharted The Lost Legacy, een standalone game in de Uncharted franchise. En een soort van vervolg in ieder geval op Uncharted 4. Al speel je niet met Nathan Drake, oké. Maar toch, het is wel iets van een vervolg. Nou is daar in ieder geval een trailertje weer van verschenen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. En, ja, als je kijkt bijvoorbeeld bij bol.com, zie je staan dat hij op 23 augustus van dit jaar moet gaan uitkomen. Dat is natuurlijk heel erg tof nieuws. Lekker in de zomer eigenlijk. Tenminste, net na de zomer. Dat is altijd wel fijn. Het is altijd zo'n dode periode. En dan komt er toch nog wel een leuke game uit. Wat ik ook opvalt. Wat in ieder geval ook opvalt. Is dat als je bijvoorbeeld pre-ordert bij bol.com. En dit is geen reclame voor bol.com trouwens. Maar ik zie dat gewoon toevallig staan. Zie je dat je gratis Jack en Dexter de Precursor Legacy bij krijgt. Maar... het is een beetje onduidelijk. Volgens mij krijg je namelijk de volledige 4 games erbij die geremasterd wordt, zeg maar. Of tenminste, ja, soort van backwards compatible. Ja, ik weet niet hoe je dat wil noemen. Maar in ieder geval, ja, die krijg je erbij. Dat betekent dus dat je in ieder geval Jack & Dexter 1 erbij krijgt. En volgens mij ook gewoon 2, 3 en X. Dat gaan we dan wel zien. Dat zal wel misschien binnenkort even naar buiten komen. Maar in ieder geval, wel heel erg tof. Dat betekent dat je voor €40... 2 games krijgt. Of eigenlijk 5 games. Nou, we gaan het zien. En dan wat nieuws over Gran Turismo Sport. Want aanstaande zaterdag begint de gesloten beta in ieder geval. En je kan eraan meedoen. Je kan eraan meedoen aan die beta. Je kan hem gaan spelen. Ik zet er in ieder geval een linkje van in de beschrijving. En daar kun je je eigen even aanmelden. Super tof natuurlijk. Een game die echt al... heel wat keren is uitgesteld. Dus we gaan gewoon zien of het nu wel eindelijk erdoor komt. Ja, en dan is er heel wat Call of Duty nieuws. Want vanaf gisteravond is Call of Duty Black Ops 2 backwards compatible op de Xbox One. En ik moest wel eigenlijk lachen erover. Want ik vertel nog heel erg met mijn goede gezicht van... nee, Black Ops 2 is niet backwards compatible op de Xbox One. Gisteren in de video, ja, en dat was ook zo. Alleen, ja, anderhalf uur later was het gebeurd. En eindelijk is die backwards compatible natuurlijk. Ja, best wel fijn nieuws natuurlijk voor de Xbox-spelers onder ons. Dus ja, je kan in ieder geval lekker installeren. Je kan gewoon je cd erin doen in je Xbox One. En dan installeer je hem op je harde schijf. Nou, daarnaast is er ook nog een hele grote update uitgekomen voor Infinite Warfare. Er is namelijk patch 1.13 uitgekomen en ja, deze patch is ongeveer 1 gig in ieder geval op de Xbox One en op de PlayStation 4. Ik heb geen flauw idee hoe groot die in ieder geval is op de PC, maar het zal ongeveer ook rond datzelfde getal zijn. Nou, er zijn in ieder geval heel wat dingen toegevoegd, namelijk contracts. En dat betekent dus dat je net zoals in Black Ops 3... de mensen die dat niet wisten, in Black Ops 3 kon je dan extra missies doen, zogeheten contracts en zo. En die werden dan wekelijks gerefreshed of dagelijks gerefreshed. Nou, die contracts zitten dus ook in Infinite Warfare. Je hebt dan een mission team contract en een weapon contract. Dat betekent dus dat je een epic weapon kan gaan halen. Het is wel zo, ja, ik vertel dit nu, maar hij is nu eventjes uit de playlist gehaald weer. Want hij, ik speelde hem eventjes net nog en ik wilde die challenge gaan halen en toen was ineens Footsie.
Volgens horen zeggen in ieder geval blijkt dat er een glitch in zit en dat je dan ongelimiteerd die challenge kan gaan doen, terwijl het alleen maar één keer is per week. Dus dat zijn ze nog aan het patchen, dus hij is nu wel even uit, maar hij komt wel weer terug, denk ik. Zo snel mogelijk, dus vandaar dat ik het toch eventjes ga melden. En ja, er zijn weer heel wat wapens aangepast en zo. Ja, en wat glitches eruit gehaald. De patch note staat in ieder geval in de beschrijving van Charlie Intel in ieder geval. En wat heb ik nog meer? Wat was nog meer wat ik vertellen moet? Ja, we hebben namelijk een poster gezien van Call of Duty World War 2. En daarin zie je dus eigenlijk, en ik laat hem even nu in beeld komen, dat World War 2 op 3 november zal uitkomen, wat ik ongeveer al dacht. En ja... Nou, dat is in ieder geval heel erg fijne nieuws. Dus de nieuwe Call of Duty zal dan 3 november gaan uitkomen. Wat nog meer? Ja, dat was hem eigenlijk dan wel. Ja. Ook zie je dat je hier nog dubbel XP tokens kan halen uit je supply drops. Dus als je in Infinite Warfare ook nog supply drops opent, kan je ook nog eens een keertje dubbel XP tokens krijgen. Voor mij kon je er ook bijvoorbeeld met die Monster Energy blikjes kon je ook zo'n dubbel XP krijgen. Maar dan je krijgt er 5 in één keer uit een supply doos. Ja, nou, oké. Okay. Ik hoop jullie toch weer wat meer verteld te hebben, jongens. Vind je het nou echt een toffe serie? En, ja, vind je mij natuurlijk ook aardig. En gun je me ook wat. Geef me dan een like. Ga. Tot de volgende keer. Bye bye. En later.